zijn vandaag de gast bij de familie Polling en Eelde. Henk Sijsma van Denkafit staat klaar om ons iets te vertellen over de kabelbevolking op dit bedrijf. Dus we zoeken Henk even op. Mijn naam is Henk Sijsma, jongveespecialist Noord-Nederland voor Denkafit. Goedemorgen Henk, kun je ons wat meer vertellen over wat we vandaag hier gaan doen? Jazeker, we gaan een rondje maken. Wat is kalveropvolking, wat voor kalvermelk, wat voor melkschema, wat voor brok past erbij, hoeveel groei, gezondheid, gaan we allemaal even bekijken. Nieuw jaar, ideale tijd om uw kalveropvolking een boost te geven. Nou, de workshops gingen tot dusver vooral over de opbouw en afbouw van het melkschema. En boost de kalveropvok gaat vooral over de opstart van de pens en pensontwikkeling. Oh, nou dit hadden we net nodig. Vorig jaar was de opbouw van het melkschema. Nou, dit is dan de lepmaag. Hoeveel melk past er in de lepmaag? Rustig opbouw van het melkschema. Maar nu gaat het over de pens. Bij veehouderij Polling is Greja verantwoordelijk voor de kalveropvok. Ja, we hebben nou sinds anderhalf jaar Denkafit melk en nou, het is gewoon super, bijna geen problemen met de kalveren. En we zijn natuurlijk met de melkautomaten, drinkautomaat zijn we natuurlijk, ja, dat past perfect. We hadden net Greja al even in beeld. En nu is William er ook. Hoe voeren jullie de kalveren, William? Nou ja, vanaf de geboorte krijgen ze de eerste drie dagen, eigenlijk de eerste twee dagen krijgen ze biest. Daarna gaan ze naar het standaard opbouwschema van Denkafit, zeg maar. En uiteindelijk komt dat neer op twee keer daags 3 liter. En als ze dan een week of twee zijn en ze zijn fit genoeg, dan komen ze hier in de groepzakken, zeg maar, bij de drinkautomaat. En kunnen ze een maximum krijgen van 13 liter per dag. Wel verdeeld in porties van 2 liter, zeg maar. En dan hebben ze hier ook nog onbeperkt de kalvermusli erbij, het onbeperkt het hooi en onbeperkt water. Nou, net hadden we een magencomplex van een jongkalf. Dit is een magencomplex van een ouder kalf van 3-4 maanden oud. Ik zie dus hier een hele grote pens. Die pens start, die begint met brok en water. Melk gaat naar de lepmaag, maar brok en water gaat naar de pens. En dat water, dat moet er juist bij om die pensfermentatie goed op te starten. Die brok moet fermenteren en dat kan alleen maar als er ook water aanwezig is. Nou, want water is ook vaak over het hoofd gezien aspect. En groei uit de pens kan wel degelijk tijdens de melkperiode, mits je ook vanaf dag 4 die brok aanbiedt met water. En hier zie je zelfs in het groepshok dat ze op twee plekken kunnen drinken. Dus ze hebben een vast drinkbakje, maar William die zegt wateropname moeten ze ook echt moet je stimuleren. En dan heb ik er een grote bak bij die ik twee keer per dag ook nog schoonmaak en weer bijvul. Wilt u net als deze veehouder ook een boost geven aan de kalveropvok? Geef u dan op voor onze vernieuwde kalveropvok workshop. Nou Henk, bedankt voor de toelichting over de kalveropvok op het bedrijf van de familie Polling. Graag gedaan. Wilt u meer weten? Meld u dan aan voor de workshop Boost uw kalveropvok. Of neem contact op met een van de Denkafit specialisten bij u in de buurt.